Yes, we zijn weer bij een face-off en dit keer hebben we een hele spannende partij. Ik zit hier met Younes Smiley en ik zit met William Diender. En jongens, wat gaat er gebeuren? Vertel op, wat er gebeuren. Nou, wel de waarheid, hè? Wat de waarheid? Dat is het plan om jou aan elkaar te trappen. Zo. Ja. Wens ik je daar veel succes mee. Gaat het ook lukken? Nee, zeker niet, man. Nee. Hij mij in elkaar trappen. Moet je echt in elkaar stompen. Zeg maar op de stap. Ja, je wilt me in elkaar stompen. Ja, ja. Dat is niet wat er gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren is dat ik 22 september met de winst naar huis ga. Nee, kameraad. Jawel, kameraad. Is wel heel, heel duidelijk wat hij zegt. Ik vocht al aan de top, toen droeg je nog een pamper om je kont. Ja, maar dat heeft er niks. Dat neemt niet weg dat ik je 22 september een pak rammel ga geven. Nee, kameraad. Dan mag jij dromen. Maar het gaat dus over de leeftijd, hoor je. Hier hoor ik het een beetje. Jij hebt ook gezegd, dat is zijn zwakke punt. Ja, ik ben 20. Hij zit een beetje aan het eind van zijn carrière. Dat weet hij zelf ook. Ja. Aan het eind van mijn carrière? Ja. Ik weet niet hoe, maat, maar ik presteer nog steeds goed. En dus, ik ga het je echt moeilijk maken. Je bent 38, William. 38. Kom, ja. Man. Een beetje realistisch blijven. Kameraad, jongen. Je beetje hebt droomd. Realistisch blijven. Ja. Maakt niks uit. We zien 22 september. We gaan oorlog voeren. Ik moet niet vergeten dat ik de generaal ben van die oorlog. Dat is een jonge generaal. We gaan het zien. Maar je zei ook iets over lichaam. Hij heeft, dat is wel een spot voor hem. Jawel. Die lichaampje van hem, dat weet hij zelf ook. Lichaampje. Zijn levertje. Je bent zelf een kabouter. Zijn levertje. Ja. Daar heb ik het niet over. Over de grote. Daar heb ik het kabouter niet over. Als ik ga kijken, zie ik je niet staan. Kijk over je heen. Dat zijn uitspraken. Dat zijn uitspraken. 22 september wordt het een ander verhaal. Ik wens je veel succes. Ik jou ook. 22 centimeter. Oorlog. Oorlog.